Goedenavond, geliefden. Hartelijk welkom vanavond in onze Goede Vrijdagavonddienst. Heerlijk dat wij samen met elkaar mogen gedenken aan dat wonderbare kruis van onze Heer Jezus. Aan zijn geweldige liefde voor ons. Dat wij met elkaar het avondmaal mogen vieren. En dat wij samen gesterkt mogen worden door het bloed en door het lichaam van onze Heer Jezus. Laten we deze dienst aan de Heer opdragen. Vader in hemel, we willen u samen danken, loven en prijzen. Dat u in ons midden bent, Heer. Dat wij samen vergaderd zijn in de vele woonkamers. Samen om uw woord, samen om de symbolen van uw lichaam en uw bloed. En Heer, dank u wel dat u ons zegent, dat u ons hart wilt spreken. Dank u dat u uw heerlijkheid openbaart aan ons. In de naam van Jezus. Amen. Dank u voor het kostbare bloed. Dank u voor het offer dat ons de vrijheid biedt. Dank u, u nam alles God van ons af. Daarom zingen wij nu een overwinningslied. Een overwinningslied. Dank u voor het kostbare bloed. Dank u voor het offer dat ons de vrijheid biedt. Dank u, u nam alles God van ons af. Daarom zingen wij nu een overwinningslied. Een overwinningslied. Want u opent de weg naar de Vader. Laat hem zien zoals niemand hem ziet. Jezus, dankzij uw trouw en genade. Zingen wij dit vreugdelied. Als dank voor wat u deed. Als dank voor wat u deed. Als dank voor wat u deed. Voor ons leed, voor ons streed, voor ons. Als dank voor wat u deed. Als dank voor wat u deed. Als dank voor wat u deed. Voor ons leed, voor ons streed, voor ons. Dank u voor uw kostbare bloed. Dank u voor het offer dat ons de vrijheid biedt. Dank u, u nam alles schuld van ons af. En daarom zingen wij nu een overwinningslied. Een overwinningslied. Want u opent de weg naar de Vader. Laat hem zien zoals niemand hem ziet. Jezus, dankzij uw trouw en genade, zingen wij dit vreugdelied. Als dank voor wat u deed. Als dank voor wat u deed. Als dank voor wat u deed. Voor ons leed, voor ons streed, voor ons. Als dank voor wat u deed. Als dank voor wat u deed. Als dank voor wat u deed, voor ons leed, voor ons streed, voor ons. Goede Vrijdag. Wat betekent die dag eigenlijk voor mij? Weet je, ik kan me herinneren als kind, vond ik het een verdrietige dag. Het was een beladen dag, altijd, Goede Vrijdag. Weet je wel, er was, op de radio hoorde je alleen maar van die gedragen muziek. Er was niks op tv, sneeuw. Het was een verdrietige dag. Om 2:30 gingen we naar de kerk. Ik ging toen naar de EBG. En we gingen als gezin naar de kerk. Werd om 2:30... Om 3:00 werden de klokken geluid, de liturgie werd gelezen. Het was een verdrietig moment. En ik was al lang blij als die dag voorbij was. Weet je, en dan was er wel zondag, Pasen, maar het haalde dat niet weg. En eenmaal in Nederland, toen ik naar Nederland ging voor studie, kwam ik echt in een shock terecht als het Goede Vrijdag was.
Ik had gewoon colleges op Goede Vrijdag. En de winkels waren open, de Albert Heijn was open. En ik moest tussen de middag, ik werkte in de stad. En ik moest naar de kerk, even snel. En de kerk was ook in de stad. Tussen de middag voor de overdenking. En dan gauw weer terug naar het werk. Terug Curaçao. Weet je, ik ben heel visueel ingesteld. Hè? Dingen pakken me als ik het zie. En later, jaren later op Curaçao, de movies, keek ik naar The Passion of Christ. Mensen, die film heeft mijn visie op dat hele lijdensverhaal van Jezus zo veranderd. Ik huil niet makkelijk bij een film, maar ik heb gejankt. Weet je, Pontius Pilatus, die waste zijn handen dat moment. Hij keek Jezus aan, hij waste zijn handen en hij zei, zij hebben je om je gevraagd, zo van Jon of wie? En hij liep weg en toen begon die geeseling. Nou, weet je, het heeft me echt iets gedaan. Ik heb zitten huilen en ik riep in mezelf, ik weet nog dat ik snikte zo van stop, stop. Maar ze stopte niet. Het ging door. Wat een pijn. Het ging me door merg en been. En die film heeft eigenlijk mijn hele kijk op het lijden van Jezus. Maar ook vooral het gedeelte van de opstanding zo anders doen zien. Want het verhaal eindigde, hè. En net zo als ik huilde en riep van stop, stop. Ik zag, toen ging het ook leven, dat wat hij zei in Gethsemane tegen zijn vader van vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Het werd echt levend, want je zag hoe pijn hij had, hoe verdriet en maar hij ging door. Wel geweldig. En elk verhaal heeft zo zijn einde. Hè? Elke film heeft zijn einde. Verhalen hebben hun einde. En dan is het the end. En dan is de good guy. Heeft de bad guy overwonnen. Of het paardje heeft elkaar weer gevonden. En ze leefden nog lang en gelukkig. Maar dit einde van deze film was het begin van mijn leven. Want op het eind zie je Jezus liggen in het graf en plotseling stond hij op. En de manier waarop hij opstond met kracht, it changed my life. En deze film voor mij is mijn werkelijkheid en is voor mij een begin van een nieuw leven. En niet, ze leefde nog lang en gelukkig, maar ze leeft in eeuwigheid met Jezus, met God. Gelukkig, kijkend naar wat er gaat komen. En dat is voor mij nu. Dat is voor mij nu Goede Vrijdag. Een feest, want hij is weer opgestaan. Want zo eindigt het verhaal. Dat is het voor mij. Een hele fijne dag gewenst aan iedereen. Meer dan rijkdom, meer dan baan, meer dan schoonheid van sterren in de nacht, meer dan wijsheid die deze wereld kent, is het waard te weten wie u bent. Meer dan zilver, meer dan goud, meer dan schatten, door iemand ooit aanschouwd. Meer dan dat, zo eindeloos veel meer, was de prijs die u betaalde heeft. For
verborgen door een steen. Toen u zich gaf, verborgen en alleen, als een roos, geplukt en weggegooid. Nam u de straf en dacht aan mij, dit aan ons. Naar boven naar de naam. 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 Naar boven naar de namen, voor eeuwen is uw heerschappij. Uw troost gaat onwankelbaar. Ongeneven naar de kracht, ligt in uw grote naam. Jezus overweegt. Voor eeuwig, is u heerschappij. Voor eeuwig, is u heerschappij. Voor om samen met u vanavond het woord te mogen delen. En ik wil u allemaal uitnodigen om u te ontspannen vanavond en met elkaar dit feest te vieren. Het geweldige feest van de kruisiging van onze Heer Jezus. Dat geweldige offer en die overwinning die hij behaalde op het kruis voor u en voor mij. We weten allemaal dat vandaag de dag vele merken hebben hun brand, hun logo. En het geweldigste logo, dat hebben wij. Dat is het logo van het kruis. Paulus zegt, ik dank de Heer dat ik niks anders mag gedenken dan het kruis van de Heer Jezus. Dat ik dat alleen mag verkondigen. Het kruis is zo geweldig. De eeuwen komen en gaan en wat er ook blijft staan is dat kruis van de Heer Jezus. Het moment van de verlossing van de wereld wordt daar gezien en wordt herdacht. En met elkaar mogen wij samen als gemeente ook onszelf richten op het kruis vanavond. En Paulus zegt, ik mag alleen God bewaren mij te roemen anders dan in het kruis van de Heer Jezus. Waardoor de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. En het kruis is nog steeds het symbool van onze verlossing. En daar stierf hij die totaal geen zonde had voor ons, die zondaren waren en zijn. En wij mogen door dat geweldige offer op het kruis, mogen wij binnengaan in dat volmaakte wat Jezus voor ons heeft bereid. En natuurlijk als wij aan het kruis denken,
dan denken wij natuurlijk ook met elkaar aan het avondmaal. En dat gaan wij vanavond met elkaar vieren. Want de Heer heeft ons wat instructies gegeven. En ik wil u allemaal uitnodigen vanmiddag om mee te doen met mij. Misschien kunt u reageren als wij het woord brengen. U kunt op Facebook commentaar geven. U mag mailen wat het voor u betekent deze avond en het geweldige feest dat wij vieren met elkaar. Je mag delen waar jij misschien bang voor bent, waar je mee worstelt deze avond. Misschien het coronavirus, misschien andere dingen, dat je alleen zult sterven of wat dan ook. Ik weet niet wat u bezighoudt, welke angsten, maar het is zo heerlijk om het met elkaar als gezin te delen. Het avondmaalsfeest is een feest van gezin. Dus met elkaar delen onze harten, onze toewijding, onze liefde voor Jezus, maar ook onze zorgen en onze noden. Misschien heeft u een bemoediging voor ons, die mag u delen. Misschien wilt u ons allemaal een hart onder de riem steken. Wat je ook wilt en wat je ook wilt doen, deel het met ons vanavond. En laten wij samen avondmaal vieren. Ik wil u uitnodigen om uw huisgenoten erbij te nemen. Allen die de Heer hebben leren kennen, die hem hebben aangenomen als hun verlosser, zijn welkom om deel te hebben aan het avondmaal. En alle anderen mogen erbij zijn. Ook al neem je geen deel aan het avondmaal. Maar het is fijn dat u allemaal hier bent. Want deze dienst verkondigt de dood des Heren. Verkondigt zijn overwinning. Deze dienst is een dienst dat wij samen genieten van de goedheid van God. En vanavond wil ik een paar versen met u lezen over het avondmaal. Paulus zegt ons in hoofdstuk 10 van 1 Korinthe: is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood dat wij breken een gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoe velen ook, één lichaam. We hebben immers allen deel aan het ene brood. Heerlijk dat wij vanavond bij elkaar zijn en kunnen zeggen van: wij zijn één brood. Het avondmaal laat zien dat wij allemaal bij elkaar horen. Dat wij één lichaam zijn. Dat is een geweldig gezegen. En sommige mensen die vieren het avondmaal alleen en dat is niet verboden. Ik heb het ook zelf een keertje mogen doen. En dat ik alleen op zendingsreis was en dat ik in mijn eentje het brood en wijn in huis haalde en geweldige gemeenschap had met de Heer Jezus. Maar het is bovenal een gemeenschapsfeest. Het is een feest voor communie. Communie betekent gemeenschap. We geven met elkaar delen. En wij zijn allemaal één lichaam. En God wil dat wij ook voor elkaar leren zorgen. Het avondmaal leert ons dat wij van elkaar moeten houden. Dat we van elkaar voor elkaar moeten zorgen. Naar elkaars noden mogen uitzien. En ik wil u ook uitnodigen deze avond. Bid voor elkaar. Ga op de bres voor elkaar. Weet je wat zo mooi is? En we mogen het beleven in deze tijd van de corona. Dat wij een soort huisarrest hebben. En dat wij daar het beste van mogen maken. Neem tijd om in het woord van God te gaan. Neem tijd om je te voeden met het levende brood met de Heer Jezus. Neem tijd om je te voeden met gemeenschap met jouw vrouw en met je kinderen. Weet je, God laat alle dingen medewerken ten goede. We weten allemaal dat wij allemaal zo druk zijn. En dat is een van de afschuwelijke dingen van deze tijd. We leven in hetzelfde huis, maar we leven langs elkaar heen. Maar God heeft gezegd, ik ga jullie een banket bereiden. En zoals in het Engels staat in het mooie lied, het hooglied: He brought me to his banqueting table and his banner over me is love. De Heer wil een bankettafel bereiden. En zijn banier over ons is liefde. En hij wil dat die liefde ook met elkaar delen in het gezin en ook naar elkaar toe. Bel de broeders op die u kent, de zusters. Misschien degene die u minder goed kent, maar besef dat wij vanavond en heel bijzonder in deze crisistijd samen het avondmaal mogen vieren. En daar een uitdrukking geven dat wij allemaal één zijn. Dat wij één familie zijn, één lichaam. U weet alle, of de meeste beelden waarbij de Heer over de gemeente spreekt. Beelden uit gemeenschap. Hè. We zijn een kudde, een klein kuddeke, dat betekent meerdere samen. We zijn een lichaam, dat betekent meerdere leden. We zijn een wijngaard, dat betekent een heleboel bomen bij elkaar. Alle beelden bijna in de Bijbel geven aan dat wij bij elkaar horen. We zijn een leger van de Heer Jezus. Amen. We zijn samen onderweg en we mogen dat uitbeelden in dit avondmaal.
dat wij één lichaam zijn, dat we bij elkaar horen. Als we met elkaar lezen bijvoorbeeld in hoofdstuk 11, 1 Korinthe 11, dan staat er, nu ik dit voorschrijf, dat zijn voorschriften over het avondmaal, moet ik er tevens mijn afkeuring over uitspreken, dat uw samenkomsten niet tot zegen, maar tot schade zijn. Daar spreekt de Bijbel over samenkomsten. Want vers 18, want voor eerst is er naar ik hoor, wanneer gij als gemeente samenkomt, verdeeldheid onder u. Vers 19, wanneer gij dan bijeenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd des Heren. Etcetera, etcetera. Elke keer weer is het in vers 24, de dankzegging is het, dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. De Heer wil altijd dat wij bij elkaar zijn, dat wij samenkomen om elkaar te sterken. En dat het gemeenschapsgevoel versterkt mag worden. We zijn niet bij elkaar, maar ik denk als wij voor elkaar bidden, als we op onze knieën gaan, dat wij veel meer dat gemeenschapsgevoel kunnen beleven en ervaren. Misschien nog meer dan wanneer wij fysiek bij elkaar komen. Dus het eerste wat wij willen zien hier, het avondmaal, het beeld uit, samenkomen als gemeente. En de Bijbel zegt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in hun midden. De Bijbel zegt, waar twee of drie is eenparig begeren, dan zal het hun ten deel vallen van onze Vader die in de hemelen is. Met andere woorden, het is heel duidelijk dat wij geroepen zijn tot gemeenschap. Een ander aspect wat wij zien in het avondmaal is dat God geweldig veel van ons houdt. We hebben dat vorige week al over gesproken. Het avondmaal laat ons zien dat God zo oneindig veel van ons houdt, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft voor ons aan dat kruis. En grotere liefde heeft niemand dat hij zijn leven inzet voor zijn broeders. En dat voor zijn vrienden. En dat is wat God heeft ons laten zien. Hij houdt oneindig veel van ons. En zoals ik al gezegd heb, het beeld wat je van God hebt, dat bepaalt hoe je gaat bidden. Want als je God ziet als een geweldig liefdevolle vader, die oneindig veel van je houdt en waarbij je altijd welkom bent, dan ga je op een hele vertrouwelijke wijze met hem kunnen spreken. Dan hoef je niet meer bang te zijn, dan hoef je niet te performen, maar dan mag je komen zoals je bent en met liefde mag je hem aanbidden en als het ware op zijn schoot zitten. Het is zo belangrijk dat wij een juist beeld hebben van God. En het avondmaal, daar gedenken wij de dood des Heren, daar gedenken wij dat God in zijn geweldige liefde zijn zoon gaf voor ons. Natuurlijk is het avondmaal bovenal een gedenkfeest. En dat wil ik even bij u stilstaan. En Jezus zegt dat elke keer als wij dit doen, zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren. En hij spreekt erover dat elke keer als wij dit doen, gedenken wij de dood des Heren. Dat is zoiets moois, dat God wil dat wij het nooit vergeten, dit kruis van Golgotha en wat Jezus daar voor ons heeft gedaan. En dat is ook de hoofdreden waarom wij het avondmaal vieren, om altijd weer te mogen denken aan dat geweldige offer van de Heere Jezus. U zegt, ja, maar ik vergeet het natuurlijk niet. Maar weet je, iets vergeten en iets werkelijk beleven zijn twee dingen. En we weten allemaal dat door de routine van het leven een heleboel dingen vervlakken en hun werkelijke waarde en kracht verliezen. En dat is de reden waarom God wil dat wij dit avondmaal vieren, om te gedenken de dood des Heren. Om erbij stil te staan, dat geweldige offer wat Jezus voor ons heeft gedaan op het kruis. Natuurlijk, als je kijkt bijvoorbeeld in Lucas, dan wordt het zo mooi beschreven hoe Jezus naar Gethsemane gaat. Hij heeft het avondmaal gevierd met zijn discipelen. En dan gaat hij naar Gethsemane op de Olijfberg. En daar ben ik ook geweest. Daar heeft hij van die hele grote, hoe noemen ze dat, van die olijfbomen. En men zegt dat die bomen daar waren vanaf de tijd van Jezus. Zou best kunnen. Want je hebt van die hele grote stammen die daar eeuwenlang zijn, daar in Gethsemane. Gethsemane betekent eindelijk een oliepers. En daar is de Heer Jezus door helemaal gemangeld, helemaal uitgeperst. Daar moest hij de strijd aangaan
om de prijs te willen betalen. Het was natuurlijk, hij wist dat hij gekomen was om te sterven. En hij sprak er ook over met zijn discipelen. Ik moet naar Jeruzalem gaan, ik moet mijn leven geven. Maar natuurlijk, u weet wel, op een gegeven moment komt er een moment van beslissing in ons alle leven. En dat moest bij de Heer Jezus ook komen. En je weet iets wel, maar op een gegeven moment moet je het ook gaan waarmaken. En dat zie je ook zo mooi in die film van The Passion. Hè, waarbij Jezus in de hof van Gethsemane worstelt. En daar verbreekt hij de kop van de Satan. Daar stampt hij hem in elkaar. Want dat was de grote strijd. En we kennen allemaal dat wel. En ik zeg het soms ook wel. Heer, ik ben gewillig. Maak mij gewillig. Want ik wil wel, maar ergens kan ik het niet opbrengen. En we zien die strijd in het leven van Jezus. Dat hij daar in Gethsemane komt en hij knielt. En ergens staat er, hij wierp zich ter aarde. En weet je, het was een moment waarbij hij in zijn eentje moest strijden voor ons. Hij had 12 discipelen, maar op een gegeven moment moest hij de 12 achterlaten. En 3 bleven bij hem, daar in Gethsemane. Eentje was al naar de gevlucht, naar het verraad, Judas. Er bleven 11 over. En 8 die bleven buiten staan. En 3 gingen mee met Jezus, dichterbij. Maar ook die moest hij een gegeven moment verlaten. En toen was hij alleen nog met zijn God en zijn Vader. En dat was zijn worsteling op het moment. Want hij wist, als ik doorga met dit offer, dan betekent het dat ook mijn Vader mij zou moeten verlaten. Dat ik helemaal alleen hier doorheen moet gaan. Mensen, als wij denken aan dat kruis. Als wij denken aan dat offer van Jezus, dan worden wij stil. Dan kunnen we niet anders dan de Heer aanbidden en zeggen, Heer, wat geweldig dat u voor ons aan het kruis wilde gaan. Weet je, het kruis is niet zomaar iets. Voor Jezus was het alle vuiligheid van de zonde die hij moest drinken. Hij zegt, deze beker die de Vader mij geeft. Hij zegt, Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Want in die beker, mensen, was alle vuiligheid, al ons overspel en zonde en moord en haat en noem maar op, abortus, alles wat wij ooit fout hebben gedaan, de Holocaust. Alle zonden van de wereld waren in die beker. En hij zegt, Vader, ik zie deze beker bevat alle vuiligheid. En deze beker bevat de straf op de zonde. En ik moet deze beker drinken om mijn volk te kunnen verlossen. En het was een hele, hele grote strijd voor de Heer Jezus. Hij werd dodelijk beangst en de engel kwam hem te hulp. Anders zou hij het niet eens gered hebben. Want het was zo afschuwelijk. Vele mensen denken dat het ging om de fysieke pijn. Maar daar ging het niet om. Ik denk dat de Heer Jezus natuurlijk niet fijn vond fysiek aan het kruis te gaan. Maar ik weet dat hij door zijn geweldige zalving ook de pijn zou kunnen ondergaan. Dat was het niet. Maar het ging erom dat hij van God gescheiden zou worden. Dat hij zonde gemaakt zou worden voor ons. De Bijbel zegt, hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Hij moest zichzelf vereenzelvigen met de zonde. Hij had nooit een zonde gedaan. Hij genoot van de geweldige tegenwoordigheid van zijn Vader. Hij leefde in tegenwoordigheid van de levende God. Een leven van oneindige blijdschap en vrede en kracht. En hij wist, als ik deze zondebeker moet drinken, al die vuiligheid tot mij moet nemen, me één maken met die zonde. En weet je wat het erge was? De zonde, of de straf die wij in eeuwigheid moesten dragen, door miljoenen mensen, die werd gecomprimeerd tot één moment waarbij hij alles op zich moest nemen. En het was zo'n afschuwelijk moment dat hij ervoor, als het ware, terugdeinsde. En hij zei, Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar toen kwam het, maar niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En Jezus dronk de beker met onze zonde tot de laatste drup leeg. Als wij het avondmaal vieren, dan denken wij aan dat geweldige offer van de Heer Jezus. Wat Hij onze zonde op zich nam en dat Hij onze straf ook op zich nam. Zodat wij helemaal vrij kunnen zijn van de straf.
De Bijbel die vertelt ons over het lijden van Jezus op zo'n hele mooie wijze. Als je dat leest bijvoorbeeld ik vind dat altijd zo'n prachtig hoofdstuk, in Jesaja 53, we kennen het allemaal wel. Maar ik wil het toch een stukje voor u lezen, want dan maakt je altijd weer stil als er staat: Hij was veracht van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en werd hem niet geacht. Nochtans, onze ziekte heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagen en verdrukte, maar om onze overtredingen, de mijne en de uwe, werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Mensen, wat geweldig offer heeft de Heere Jezus voor ons gebracht. En daar mogen wij vanavond aan denken. Aan dat geweldige offer. Hoe hij tot zonde werd gemaakt. Hoe hij die beker tot het laatste heeft opgedronken, zodat wij vandaag helemaal vrij mogen zijn. Als je terugkijkt, denk je niet alleen maar aan het kruis, maar dan ga je natuurlijk nog verder terug. Want God die doet alle dingen met een geweldig plan. Hij beloofde vanaf Genesis, toen de zonde de wereld intrad, dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zou vermorselen. Dat is de eerste beeld van de verlossing die Jezus zou komen brengen. En het zaad van de vrouw, hij moest uit een maagd geboren worden. En hij zou de kop van de slang vermorselen. Wat geweldig. Maar dan zien wij dat verdere beeld zien wij uitgewerkt bij Abraham. Abraham was een vriend van God. En God had een droom. God had een droom om een volk tot stand te brengen die de Messias zou kunnen voortbrengen, het zaad van de vrouw. En God gaat een plan aan met Abraham. En hij roept Abraham om zijn land te verlaten. En uit het Ur der Chaldeeën te gaan naar het beloofde land. En hij begint een weg met Abraham. En u weet het allemaal wel hoe hij Abraham uiteindelijk een zoon geeft. De zoon der belofte. Eigenlijk een onmogelijkheid. Daar wordt een zoon geboren. Net als bij Jezus. Maria had nooit een man gekend. Maar toch werd ze zwanger. Op een bovennatuurlijke wijze. Abraham is 100 jaar. Zijn vrouw 90. Wordt zijn vrouw Sara zwanger. En die zoon die was zo geweldig. Isaac. En God zegt op een dag: neem je zoon Isaac en ga naar de berg Moria. En offer daar je zoon aan mij. En u weet, Moria is de plaats waar Jezus ook gekruisigd is. Buiten Jeruzalem. En dezelfde berg. En Abraham die redeneert niet met God, maar hij zadelt zijn ezel. En hij gaat met zijn knechten naar Moria toe. En weet je wat zo mooi is? We kennen allemaal het verhaal. Als de zoon vraagt: maar ik zie het brandhout, maar waar is het offer? En dan zegt Abraham: God zal zichzelf in een offer voorzien. Mensen, dat is zo geweldig. God zal voorzien in het offer. En als Abraham zijn zoon meeneemt de berg op, dan heft hij het mes op om zijn zoon te doden. En op dat moment zegt God: Abraham, doe het niet. Ik heb jouw gehoorzaamheid gezien. Weet je, Abraham was gewillig om zijn zoon te offeren. Dat is geweldig. Maar wat meer was nog, hij vertrouwde God dat God zijn zoon uit de doden zou op kunnen wekken. Of zou opwekken. Weet je, dat bracht hem nog heel dichter bij God. Dat hij niet alleen maar die keuze wilde maken om alles aan God te offeren, maar dat hij God vertrouwde. Want hij wist: God, u bent een God die geeft, niet een God die neemt. U bent een God die voorziet. U bent een God die daar altijd voor mij zal zijn. Dat is zo geweldig. En zo werd Abraham een vriend van God, want hij kende God nog veel dieper door die ervaring. En mensen, zo mogen wij ook vandaag bij dit avondmaal komen tot die keuze van: Heer, ik geef mij alles aan u. Want ik vertrouw erop dat als ik u iets geef, kom ik er altijd rijker uit. Vaak zijn we bang voor een totale overgave. Maar God is geen God die neemt. Hij is een God die geeft. Hij wil je zegenen. Alles wat je aan hem geeft. Alles wat je beslist voor hem. En dat is zo, het avondmaal maakt ons zo rijk. Hè? Dat wij zeggen: Vader, ik mag deel hebben aan dit avondmaal. Ik mag gedenken aan dat geweldige offer. En de Bijbel zegt daarvan ook in Romeinen 8. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard,
maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken. En God die is een God die geeft. Als hij neemt, is het de zonde die hij van je wegneemt en de pijn en de ellende en alles wat jou beschadigt. Maar hij geeft je oneindig veel terug. Mensen, we mogen bij dit avondmaal gedenken de dood des Heren. En we mogen gedenken hoe God in Abraham reeds dit uitbeeld, hoe een vader zijn zoon bereid is te offeren. En hoe God zelf zijn zoon offert voor ons aan dat kruis. Weet je, een ander mooi beeld van Golgotha is natuurlijk in Exodus. Waarbij het volk van Israël uit moet gaan. En dat was het eerste avondmaal, eigenlijk het eerste paasfeest. Waarvan het avondmaal eigenlijk de voortzetting is. Maar u weet wel, God had gezegd tegen Farao, als je het volk niet laat gaan, zal de eerstgeborene sterven. En u weet het allemaal, wat moest Israël doen om niet het oordeel in zijn huis te ontvangen? Het bloed aanbrengen aan de bovendorpel en aan de zijkanten, aan de deuren en de zijkanten van de deuren. En de engel en God zei, als ik het bloed zal zien, ga ik u voorbij. In het Engels hebben we het pass over. I will pass over you. When I see the blood, I will pass over you. Zij noemen het ook Passover. Wij noemen het Pesach of Pasen. Maar het betekent eigenlijk, ik ga je voorbij. God zegt, waar ik het bloed zie, dat betekent dat daar een lam is geslacht. En dat lam is in jouw plaats geslacht. En omdat het lam is gestorven, mag jij leven. Dat is wat het avondmaal betekent. Dat Jezus voor ons stierf, opdat wij mogen leven. De Bijbel zegt, ons paaslam is ook geslacht. Laten wij feest vieren. En dat zegt Paulus, Jezus is ons paaslam. Hij, Johannes de Doper zegt, zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Mensen, wat geweldig beeld. Dat wij waren in Egypte, dat is de wereld. We waren in gebondenheid, maar door het bloed van het lam werd het volk totaal vrijgemaakt. En hoeveel te meer zijn wij vrijgekocht door het bloed van Jezus. Helemaal vrij om blij te mogen zijn. Om los te zijn van ons verleden. Om alle dingen achter ons te kunnen laten. Onze pijn, onze ellende. U hebt misschien zwaar gezondigd, maar u mag alles achterlaten en het beloofde land ingaan. Hetzelfde beeld zien wij ook bijvoorbeeld als Joshua de Jordaan moet overtrekken. Dan staat er ook, je zult gedenkstenen oprichten in de rivier en ook aan de overkant. Want God wil altijd dat wij blijven gedenken de grote daden die hij gedaan heeft. De Jordaan is een beeld van sterven. En Jezus ging, de ark stond in het midden van de rivier. Dat is een beeld van Jezus die zijn leven aflegde. En daarna ging de ark weer de oever op, dat is een beeld van de opstanding. En de Heer zei, aan de overkant ga je gedenkstenen oprichten. Als je altijd mag gedenken hoe God je heeft geleid door de doodsjordaan, hoe hij je één heeft gemaakt met de dood van Jezus en je opstandingsleven heeft gegeven. En weet je, het feit dat de gedenkstenen niet aan de woestijnkant waren, maar aan de beloofde land, laat ons zien dat God niet wil dat wij nog terugdenken aan onze ellende, aan misschien de abortus die je hebt gepleegd, aan die zelfmoord, aan die ellende, aan die zonde, aan die overspel. Maar dat je denkt aan dat geweldige offer van Jezus en weet, ik ben totaal vrijgekocht en ik mag het beloofde land ingaan. Ik ben helemaal losgemaakt om voor Jezus te leven met mijn hele hart. Een ander beeld wat we zien, wat ons doet denken aan dat kruis, is natuurlijk als Mozes, Joshua opdracht geeft hoe hij de wet moet gaan voorlezen op twee bergen. En de ene berg Ebal en de berg Gerazim. Ebal spreekt van de vloek en Gerazim van de zegen. Weet je, en die twee bergen zien we samenkomen op de berg Golgotha. En de ene berg van de vloek, Jezus wordt een vloek voor ons, opdat wij die andere berg op kunnen gaan van de zegen van de Heere Jezus. Mensen, het verlossingswerk is zo geweldig. Het is allemaal in beelden uitgebeeld. En natuurlijk aan het einde is het Jezus zelf die het grote offer brengt op het kruis. En uitroept uiteindelijk, het is volbracht. En het Griekse woord is tetelestai. Dat betekent, het is totaal betaald. Alle schuld is weggedaan.
Mensen, dat heeft Jezus van ons gedaan. Hij was niet alleen uit Egypte gehaald. Hij was uit de wereld, uit de zonde, uit de vloek. Hij heeft alles van ons betaald op het kruis. Zodat wij totaal vrij mogen zijn. En dat we dit jaar vanuit deze kracht van dit avondmaal weer de wereld aankunnen. U weet wat zo mooi is ook in het Oude Testament. Als Israël het lam heeft verslacht, dan moeten ze het haastig doen. De sandalen aan de voeten, de lenden omgord. En zodat ze gegeten hebben, gaan ze uit de slavernij naar het beloofde land. En de Bijbel zegt, er was in hun stammen niemand die struikelde. En ze aten het lam en ze aten zich helemaal gezond. En wij gaan vanavond ook met elkaar dit lam eten. Het lichaam van Jezus en het bloed van de Heer. Gedenken al wat Hij gedaan heeft. En de Heer danken dat wij gezond zullen zijn. Dat wij behouden worden voor de vloek van de corona. En dat Hij ons beschermt en met ons is. En dat wij door het geloof alles mogen ontvangen wat God voor ons heeft bereid. Het kruis doet ons denken, of het avondmaal, daar gedenken wij, nummer 1, dat wij één lichaam zijn. Wij gedenken dat God oneindig veel van ons houdt. We gedenken dat wij terug mogen kijken naar het geweldige werk aan het kruis. Gedenk, zegt Jezus, dat ik voor je ben gestorven. En leer vanuit het Oude Testament wat het allemaal betekent. Wat geweldig, mensen. En niet alleen dat, het betekent ook nog dat wij het evangelie mogen verkondigen. Want de Bijbel zegt, ten alle tijd als je dit avondmaal neemt, verkondig je de dood des Heren. Het is een proclamatie, het is een verkondiging. Weet je wat zo heerlijk is? Dat ik u al aan heb gespoord in deze tijd van nood, dat u uw buren het evangelie vertelt. Vertel aan alle mensen, we hebben het antwoord gevonden. Wij zijn niet bang. We hebben geen vrees, want God is met ons. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige water. Wat een beeld van vrede. Wat een rust, mensen. Wat een blijdschap. Als je Jezus inderdaad kent als jouw alles. Weet je, ik las net laatst over die man die een geweldige schat vond in een akker. En hij gaat, verkoopt alles wat hij heeft om die akker te kunnen kopen. Het ging niet om die akker, het ging om die schat in die akker. En weet je, hij was zo ontzettend gelukkig dat hij die akker kon kopen. Dat het hem helemaal niks kostte om alles te verkopen wat hij had. Weet je, vaak omdat we niet beseffen hoe geweldig de Heer Jezus is, denken wij dat we offers brengen. Maar als je weet hoe geweldig Jezus is, dan is het helemaal niet moeilijk om te kunnen vergeven, om los te laten, om je met je zonde te breken. Want je beseft, Hij is zo geweldig groot en zo heerlijk. Hij is de grootste schat. En mensen, dat is wat wij mogen proclameren, ook aan andere mensen. We hebben het antwoord gevonden op de leegte van ons hart. We hebben het antwoord gevonden op de zonde schuld. We hebben het antwoord gevonden op een geweten wat bezwaard is. We hebben het antwoord gevonden bij Jezus. Hij is alles. En we mogen dat proclameren. Zolang gij dit avondmaal viert, zegt de Bijbel, proclameer je de dood des Heren. Verkondig je met een loftrompet. De Heer heeft alles volbracht op Golgotha. Al mijn zonden zijn weg. Hij heeft alles betaald. Alle werk wat Hij is komen doen, heeft Hij volbracht op het kruis. En dat is eigenlijk de kracht van dit avondmaal, mensen. Dat we dat met elkaar mogen vieren. En bovendien, het is een gemeenschap met Jezus zelf, zegt de Bijbel ons. En u weet, Jezus zegt ons in Johannes 6, dat als wij zijn brood niet eten, zijn lichaam niet eten en zijn bloed niet drinken, hebben we geen deel aan Hem. En met andere woorden, door het geloof eigen je Jezus leven helemaal toe. Zijn bloed en zijn vlees. Eet Hem. Maak hem deel van jezelf. Neem hem tot je in het geloof. En laat de Heer alles zijn en worden in jouw leven. Wat een zegen, mensen. Wat een geweldig voorrecht om dit met elkaar te mogen vieren. Wanneer ik aan u overdenk, zie ik een lijn.
paradijs waar u leeft. En is mijn hart gebroken door wat u voor mij deed. Op dat moment van vreugde, op dat moment geef ik mij opnieuw. Nu bent u verheven tot de hoogste plaats, waar ik u zien zal, zoals u bent. Maar ook nu, met u mijn steun en toeverlaat, dank ik u op dit moment. Dank ik u op dit moment. Op dit moment zie ik u op het kruis waar u leeft. En is mijn gebroken door wat u voor mij deed. Op dit moment van vreugde, op dit moment geef ik mij opnieuw. Op dit moment zie ik u aan het kruis waar u leeft. En is mijn hart gebroken door wat u voor mij deed. Op dit moment van vreugde, op dit moment geef ik mij opnieuw. Dank u voor het prijs, dank u voor het prijs, dank u voor het prijs, o Heer. Voor het kruis, dank u voor het kruis, dank u voor het kruis, o Heer. Dank u voor het kruis, 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 o wij met elkaar nu overgaan tot de viering van het avondmaal. En u weet wel dat de Bijbel ons zegt dat Jezus op die laatste dag dat brood nam en hij brak het en hij zegt: neemt allen hiervan, eet hiervan en ik wil u aansporen in uw woonkamer het brood te nemen. Laten we met elkaar een moment stil worden en komen tot het breken van het brood met elkaar. Ik weet dat de Heer bij u is. Hij is bij u door de Heilige Geest. Hij is hier in ons midden. En we mogen het samen vieren. We zijn één lichaam en we hebben samen deel aan dit ene brood. Pak uw brood erbij en uw glas wijn erbij. Want we gaan samen als gezin van de Heer, gaan wij dit vieren. Het heugelijke feit dat Jezus voor ons aan dat kruis is gegaan. En u weet het allemaal. Ik wil u nog ten overvloede nogmaals lezen hier uit de Bijbel, voor wij aan het avondmaal gaan. Want zelf heb ik bij overlevering, zegt Paulus, van de Heere ontvangen, wat ik u weder overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, waarin hij werd overgeleverd, een brood nam. De dankzegging uitsprak, en het brak. Vader, ik dank u wel, dat we dit lichaam mogen nemen, dit brood, en u mogen danken ervoor, en het mogen breken, Heer, gedenkende dat uw lichaam voor ons gebroken is op het kruis. Heer, help ons om het nooit te vergeten, dat geweldige offer. U werd gestriemd, Heer, en door uw striemen zijn wij genezen geworden. Heer, u ging de duisternis in, opdat wij in het licht mogen wandelen. U werd door God verlaten, opdat wij nooit meer verlaten zullen worden. Dat God altijd bij ons mag zijn. Jezus, u werd zonde, en wij zijn gerechtigheid geworden. Dank u wel. Met dankzegging nam hij het brood, mensen. En hij sprak de dankzegging uit en hij brak het en zeide: dit is mijn lichaam voor u. Doe dit
tot mijn gedachtenis. Zullen wij samen een stukje brood nemen en laten wij dit samen vieren ter gedachtenis aan alles wat Jezus betekent voor ons, wat hij heeft gedaan op het kruis, hoe God het al in het hele Oude Testament heeft laten zien, hoe Jezus een vloek zou worden, opdat wij gezegend kunnen worden, hoe Jezus in het beeld van Isaac werd geofferd, zodat wij vrij mogen gaan. Er was een ram in de bosjes verstrikt. En dat ram, God voorzag in dat ram. Want God is de voorziener. En God is tegelijk ook de voorziening. Want hij is zelf het lam. Hij voorziet in het lam. En hij is het lam wat stelt voor onze zonde. Mensen, wat geweldig mooi. En dat mogen wij doen vandaag. En samen gedenken al die geweldige offers. En dat offer van onze Heer Jezus. Zullen wij het samen nemen? Dank u Heer voor uw brood, voor uw lichaam. In Jezus' naam. Zegevierend voor altijd. Draag u de hoogste troon. Denk alleen maar aan Jezus. Denk hoe hij in Gethsemane worstelde en die beker aannam en de overwinning behaalde. Denk hoe hij aan het kruis stierf voor u, hoe zijn lichaam werd verbroken, hoe hij werd gestriemd aan die paal. Denk aan zijn helende striemen. Gedenk mijne, zegt Jezus. Gedenk aan het offer wat ik voor jullie bracht op het kruis. Waardig is het lam. En de Bijbel zegt, evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zeide, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Elke keer als wij gaan drinken, doen wij dat tot zijn gedachtenis. En danken wij dat zijn kostbaar bloed ons reinigt van elke zonde. Dat zover het oosten is van het westen, hij al onze ongerechtigheden van ons heeft weggedaan. Want de Bijbel zegt, hij gooit ze in de diepte der zee. En er staat zo mooi in Hebreeën, onze zonde en ongerechtigheden zal hij niet meer gedenken. De Bijbel zegt dat hij ons met uitgestrekte hand heeft verlost uit Egypte. Maar dat betekent ook uit onze zonde, hè? Met uitgestrekte hand, letterlijk stierf hij aan het kruis, met uitgestrekte arm. Stierf hij en betaalde hij de prijs. En hij gaf zijn kostbaar bloed, opdat wij gereinigd mogen zijn. De Bijbel zegt, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Hij zegt, deze beker is het nieuwe verbond. Weet je, het oude verbond had allemaal wetten en regeltjes. Maar het nieuwe verbond, zegt Jeremia, zal ik in je harten schrijven. Het is niet meer iets opgelegd, maar het is iets in ons hart. Wij willen hem dienen. Wij zijn nieuw gemaakt. We zijn totaal vergeven. En het is niet meer een iets wat van buiten op ons wordt afgelegd, maar het is een verlangen van binnenuit. Heer, wat is het heerlijk om rein te zijn. Wat is het fijn om met u te wandelen. Wat is het heerlijk om te breken met de zonde en om u alleen te behagen. Weet je, we kennen allemaal dat beeld, hè, van een varken, hoe je hem ook van buiten schoonmaakt. En een mooie strik, hij gaat binnen de modder. Maar een poes, die wil rein zijn, die wil niet in die modder. En zo, wij hebben een nieuwe natuur. Wij zijn van binnen zo schoongemaakt dat wij geen verlangen meer hebben. En als die verlangens komen, dan kunnen wij die verlangens overwinnen, verkeerde verlangens. Want we hebben die geweldige schat ontvangen in de Heer Jezus. Mensen, laten we God danken en samen deze wijn nuttigen, dit avondmaal met elkaar vieren. En we danken de Heer voor zijn lichaam, maar ook bovenal voor zijn bloed, wat voor ons allen vergoten is en die dit nieuwe verbond heeft ingeluid. Laten wij samen drinken, in Jezus' naam. Ik wil u oproepen de Heer te danken. Zeg, dank u Heere Jezus voor uw kostbare bloed. Dank u Heer dat het bloed reinigt van elke zonde.
had het levend bloed is wat krachtiger spreekt dan dat van Abel. Het bloed wat elke keer spreekt van, je bent vergeven, je bent gereinigd, je bent gerechtvaardigd, je bent geheiligd, je bent verheerlijkt. God is met jou. Er is geen veroordeling meer. Hij heeft alles betaald op het kruis. Wauw, mensen, als vroeger een crimineel werd opgesloten en hij alle boetes had betaald en de straf had uitgezeten, dan werd er ook tetelestai op zijn cel geschreven. Alles is betaald, je mag nu vrij uitgaan. Jezus riep uit, het is volbracht. Alles is volbracht en wij mogen nu vrij uitgaan. Door zijn kostbaar bloed is er geen veroordeling meer. Is er geen enkele zonde meer voor het aangezicht van de Heer. En zijn wij totaal vrij gekocht. God zegen u rijkelijk. Dank u wel dat u met ons dit avondmaal hebt gevierd. En nogmaals, ik wil u aansporen om te reageren. Zend een reactie op Facebook, op YouTube, hoe dan ook, wat u wilt doen. Stuur een reactie. Deel met ons uw hart. Deel met ons wat God tot je heeft gesproken vanavond. Wat het woord je heeft aangeraakt. Deel met ons een bemoediging. Of datgene waar je mee worstelt. We willen graag voor u bidden. We zijn één lichaam. We houden van elkaar. We houden van God de Vader. We kijken terug. We kijken vooruit. Totdat Jezus komt. Amen. Wij kijken naar elkaar toe om voor elkaar te zorgen. En we zijn in alle richtingen bezig om samen God groot te maken. En totdat Jezus komt, zullen we dit avondmaal vieren. En dan is het niet meer nodig. Want dan zijn wij bij het Lam. En dan hebben we elke dag deel aan Hem. Maar mensen, nogmaals, laat dit een realiteit zijn in jouw leven. En dan wil ik u uitnodigen om zondagmorgen weer met ons te kijken naar ons programma. Hier, we gaan weer een dienst hebben met elkaar zondagmorgen. Een heerlijke opstandingsdienst om samen te vieren dat Jezus heeft overwonnen. Dat Hij is opgestaan uit de dood en dat Hij altijd bij ons is. We willen de Heer samen danken voor deze dienst. Dank u dat u hebt gekeken. Dank u dat wij samen deze passie mochten beleven met elkaar samen. En dat wij elkaar mogen sterken en voor elkaar mogen blijven bidden. Vader, ik dank u wel voor deze avond, voor ons avondmaal. Voor de Goede Vrijdag. Dank u dat wij één lichaam zijn. Dat we van elkaar houden, Heer. Dat u zoveel van ons houdt. Heer, dat u alles hebt voorzien op het kruis. Heer, dank dat wij één lichaam zijn. Dank dat wij een geweldige toekomst hebben. Heer Jezus. En dank u dat uw Heilige Geest in ons woont. Heer, dat wij, dat u door ons heen deze wereld kunt bereiken. Heer, dat u hebt gezegd dat wij tempels zijn van de Heilige Geest. En niet zomaar tempels, maar wij zijn het allerheiligdom. En daar woont u, Heer. En via ons komt u in deze wereld binnen. Via ons wilt u mensen aanraken. Dank u wel dat wij allerheiligdommen zijn. Elk een van ons. Want u bent komen wonen in ons. Wij zijn tempels van de Heilige Geest. Het allerheiligdom. U troont op ons hart. Op de troon van ons hart. En we geven u eer en aanbidding en alle prijs. Dank u voor het geweldige voorrecht. En gemeente, ik zegen u allen. En mogen de genade van de Heer Jezus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest met ons allen zijn. Mogen zijn heerlijke tegenwoordigheid uw leven vullen. En mogen deze feestdagen dagen zijn van heerlijke blijdschap en kracht, rust en vrede. En dat wij anders zijn dan de wereld. Want we hebben Jezus gevonden, die grote parel in die akker. En we hebben alles verkocht en Hij is ons alles. En Hij vult ons leven. Wees gezegend in Jezus' naam. Amen.